In 1937 vertrekt Beatrice Veld met haar zoontje Fons naar Nederlands-Indië. Ze moest wel even wennen aan het andere licht daar, maar begon al heel snel te tekenen en te schilderen. Deed mee aan exposities, verkocht werk, kreeg opdrachten. Dat ging heel erg goed. Tot de Japanse bezetting. Toen moesten alle Nederlanders ondergebracht worden in het kamp, zoals zij ook. En inmiddels had ze dus 3 kinderen en de zorg daarvoor. Maar zij bleef tekenen en schilderen. Of tekenen eigenlijk in het kamp. Ze had alleen maar krijtjes. En hier is een voorbeeld van een portretje wat ze maakte van een meisje, waarin je in de ogen heel goed ziet dat het kind honger lijdt, dat het geen vrolijk kind is. Je ziet eigenlijk de oorlog weergegeven in dit portretje.